Lisa klopt aan bij Imaginif, een van Europa's meest prominente winkeldesignbureaus. Zij bekijken het niet alleen creatief, maar ook commercieel. De cruciale vraag, is het verhuren van zwangerschapskledij een haalbare kaart? Meneer Bobbaers van Imaginif heeft zo zijn bedenkingen. Gewoon, boom, gaan verhuren, dat geloof ik niet. Naar af met de bibliotheek? Of niet? Lisa krijgt de opdracht haar sterktes en zwaktes te bundelen in een echte SWOT-analyse. De weken daarna heeft Lisa contact met de zaakvoerders van meerdere verhuurwinkels. Het verhuren van kleding lijkt financieel niet altijd haalbaar. Misschien is de combinatie met verkoop dat wel. In overleg met Imaginif neemt Lisa een belangrijke beslissing. Ze zal niet alleen kleding verhuren, maar ook verkopen. Het winkelconcept wordt doorgetrokken in het design van de winkel. De bibliotheek wordt steeds meer echt. Maar Lisa legt de lat hoog. Ze wil ook een eigen kledinglijn. In Antwerpen stapt ze het Belgische zwangerschapsmerk Fragile binnen. In 1, 2, 3 heeft Lisa het onder de knie. Daar krijgt ze de kans om ontwerpen te maken en ze gaat voor het beste resultaat. Kiest zorgvuldig de juiste stoffen en modellen, knipt en naait en wat blijkt, in Lisa schuilt een ware modeontwerpster. En dan is het zover. Op basis van Lisa's eigen ideeën en na weken van nadenken en ontwerpen is Lisa's winkel klaar. Imaginif kon haar plannen omzetten in een heuse driedimensionale winkel. Nu nog het juiste logo voor de nieuwe naam kiezen. Vlinders. Van in de buik. Beter kon Lisa niet dromen.